Heeft u een vraag? Dan zorgen wij voor het antwoord. Vicuri Venray. Vraag en antwoord. Welkom bij de tweede aflevering van Vicuri Vraag en Antwoord, waarin uw vraag centraal staat. In de eerste aflevering hebben we al heel wat vragen beantwoord gekregen, maar er staan er ook nog zoveel open. In deze aflevering hebben we het onder andere over de locatie van het ziekenhuis, maar ook het parkeerbeleid is een belangrijk onderwerp. Wij gaan op zoek naar de antwoorden op uw vragen. Ja, en voor de mensen in Venray is het natuurlijk helemaal ideaal als hier ook een locatie blijft. Dus als die allemaal naar Venlo moeten, voor iedere kleinigheid is dat natuurlijk niet fijn. Kijk, Venray is al een oud ziekenhuis, als je het ziet. Ik vind het persoonlijk overigens een heel aangenaam ziekenhuis. Wij vergaderen hier altijd de hele woensdag. En ik kom hier heel graag. Want het heeft ook zijn charme. Het ligt prachtig en het heeft ook zijn charme. Maar het is wel gedateerd. Ik heb al eerder gezegd, het is niet echt een ziekenhuis wat voldoet aan de moderne isolatienormen. 'S Winters dan stoken we hier voor de mussen. Dus efficiënt is het niet. We proberen het en houden het echt conform alle veiligheidseisen. En dat lukt ook goed. Brandveiligheid, alle andere zaken rondom veiligheid hanteren we gewoon. Maar er moet nieuwbouw gepleegd worden. Conform die nieuwbouw of die nieuwe eisen wordt er dus ook gewoon wel geïnvesteerd. Zelfs al weten we dat we straks moeten gaan verhuizen. En een voorbeeld daarvan is dat we straks of nu al het besluit hebben genomen om 1,7 miljoen in dit gebouw te investeren voor nieuwe apparaten voor de radiologie. Er komt hier een nieuwe CT-scan, er komt hier een nieuwe MRI. Het kost ons 1,7 miljoen. En we weten dat we hier straks moeten verhuizen. Dat is ook weer kostbaar, die verhuizing. Want het is hele gevoelige apparatuur. Maar we doen het wel. Komt er nog iets voor terug? En wat komt er voor terug? En wat wilt u dan voor terug? Ja, een gelijkwaardig ziekenhuis. Jazeker wordt dat een volwaardig ziekenhuis. Er komt straks een mooi modern gebouw waarin wij onze patiënten goed kunnen ontvangen. We zullen hier mooie polykamers hebben waar we op een goede manier polykliniek kunnen doen. Er zal hier bloed afgenomen kunnen worden. Er zal hier diagnostiek in de vorm van scans of scopieën kunnen plaatsvinden. Er zullen hier dagbehandelingen zijn. Er zal dialyse zijn. Er zal hier dus een compleet pakket zijn voor een volwaardig ziekenhuis. Ik vind het moet volwaardig ziekenhuis blijven. Van A tot Z. Zoals ik zei, er komt een volwaardig ziekenhuis. Met alle activiteiten die ik net genoemd heb. Wat er niet zal komen, is dat er straks nog opnameafdelingen zullen zijn. En dat betekent dus dat er straks geen opnames meer zullen zijn. Maar dat heeft maar weinig effect, want er zijn nu maar ongeveer gemiddeld 7 mensen per nacht die opgenomen worden. En bovendien ook nog niet in het weekend. Dus dat betreft maar een hele kleine groep die daar het effect van zou merken. En die zullen we heel goed ontvangen op onze andere locaties. Maar voor de rest is er straks een prachtig nieuw volwaardig ziekenhuis. Dan wordt het helemaal gecompliceerd, zeker voor de oudere mensen. We moeten die godsnaam naar Ramon toe. Wat alleen maar gecompliceerder op. Komen we hard vast. Maar waarschijnlijk zal Ramon een uitbreiding geven van medische zorg. Ja, maar het is niet zozeer alleen de medische zorg. Het is ook de bereikbaarheid. Dat is veel belangrijker. En er worden steeds meer ouder allemaal. En er komen er steeds meer. Dus ik zie er weinig toekomst in. Ja, goed. Wat dat dan gaat is... ik denk als je Venray tot Roermond, als je dan de oppervlakte van Amsterdam kijkt, als je dan van noord naar zuid gaat, dat is ook een afstand. Hè? Met allemaal die files. Je kunt niet alles voor de deur hebben, toch? Nee, inderdaad. Het zou goed kunnen dat er na de fusie bepaalde ingrepen, en dan moet je met name aan operaties denken, van Venlo naar Roermond of van Roermond naar Venlo verplaatst gaan worden. Dus het kan consequenties hebben. Maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat we met die fusie voorkomen dat je niet voor die ingrepen straks naar het Radboud moet, naar Nijmegen of naar Maastricht moet of naar Heerlen moet. Want dat zou zonder fusie op termijn de consequentie kunnen zijn. Daarnaast is het goed om te realiseren dat slechts voor 1,5 op de 5 patiënten
een klinische opname in zijn carrière als patiënt voorkomt. 3 à 4 op de 5 patiënten komt nooit verder dan de polykliniek of de diagnostiek. Dus zal ook nooit opgenomen worden in zijn carrière als patiënt. Dus voor die patiënten verandert er helemaal niets. Kijk, hoe lang heb ik nog? Tegen die tijd staat dit gebouw er nog, denk ik. Hè? Want dat duurt zeg maar jaren, hè, voordat een nieuwbouw er is. Nieuwbouw duurt lang. We moeten grond verwerven. We moeten vervolgens zorgen dat er een financiering rondkomt. Net zoals als je zelf een huis bouwt. We moeten met een architect aan de slag. Er moet een programma van eisen gemaakt worden. Dan vervolgens moet er gebouwd gaan worden. In een tijd dat volgens mij alle aannemers het heel druk hebben. Dus van planvorming tot nieuwbouw, tot realisatie nieuwbouw, dan moet je echt in een aantal jaren denken. Dan heb ik het niet over 5 jaar of over 10 jaar. Dan heb ik het over korter dan 5 jaar. Welkom David, we zijn in een ziekenhuis staan. Het zou nog eventueel nog meer door in de bossen mogen, maar het lijkt hier mooi. Ja, jawel. De locatie van de nieuwbouw is tot op dit moment nog wat onzeker, waar het althans precies zal komen. Maar we hebben wel een paar eisen, want wat we heel graag willen is dat het dicht bij andere zorgfuncties komt. En dat betekent dat we heel graag dicht bij huisartsen zitten, of dicht bij de ambulancedienst zitten, of dicht bij et cetera. Dus, en daarnaast is de locatie waarop ons ziekenhuis nu staat, een locatie waarin je heel Venray door moet. En het ligt prachtig, maar handig bereikbaar vanaf de snelweg is het niet. Dus het zou ook fijn zijn als we wat dichter bij de uitvalswegen van Venray zitten. En daar zijn we samen met de gemeente naar op zoek. Wat is dan de beste plek? Er zijn een paar favoriete plekken. En du moment we met de gemeente daarover eens zijn, zullen we daarover communiceren. Nou, het mag voor mij een locatie hier ook zijn. Dus hier langs bijvoorbeeld een parkeerplaats is. Of ik weet niet of er ergens een andere geschikte locatie is in Venray, dat weet ik dus niet. Maar dat maakt me in feite niet zozeer uit welke locatie het zou zijn. Kijk, in Venlo, daar word je ook niet goed van. Want dan moet je nog parkeren, dan moet je daar naartoe. Dan moet je een hele eind lopen, en zeker voor de ouderen in Venray. Ja, dat is toch niet zo verstandig. Dan is het heel verstandig om dat hier gewoon te blijven houden. Misschien in een kleinere vorm, maar in ieder geval maar toch wel blijven houden, ja. En ik hoop dat er in Venlo echt iets aan gedaan werd, want dat is echt hopeloos. In een parkeerplaats kan je alles, er komt om 8:30, de parkeerplaats is hier vol. En dat is hier in Venlo niet zo? Nee, hier is het echt, je krijgt echt wel een plaatsje. Ik begrijp heel goed dat als je op de ene plek, als je naar een ziekenhuis moet, wel moet betalen en op de andere plek niet, dat je meer tevreden bent over die plek waar je niet hoeft te betalen. Onze cliëntenraad heeft nou een enquête gehouden en ik heb de uitkomsten nog niet gezien. Maar ongetwijfeld komt dit er ook uit. Namelijk de tip, probeer bij de nieuwbouw in Venray straks gratis parkeren te handhaven. Ik ga daar nu nog geen belofte over doen. Simpelweg omdat ik nog niet weet hoe straks ons hele kostenplaatje eruit ziet. Misschien ook een appel aan de gemeente. Zorg dat wij een hele gunstige deal krijgen. En dan kunnen we misschien straks het gratis parkeren continueren. Wat ik wel kan beloven is dat we zullen meenemen dat het voor de mensen heel belangrijk is. Ja, als het helemaal zover is, ik wil dat alle polies behouden blijven in Venray en niet dat dat verder afgekalfd wordt zoals toen ingezet is met de fusie met Venlo. Ja, zeker. De polyklinieken die gaan absoluut blijven. Wij willen hier de zorg kunnen blijven leveren in Venray. En het betekent dat als mensen misschien voor een ingreep moeten, dat ze dan soms naar een ander centrum gaan. Maar alle polyklinieken blijven hier. De dialyse, dagbehandeling, alle diagnostiek. Juist om mensen hier goed te kunnen behandelen en onderzoeken. Dit is wel een samenwerking met Venray, zo gezegd, de polies. Maar het mogelijk nog iets meer, dat ook hier in Venray nog is. Het is zo dat de polies zullen blijven die er nu zijn. Maar er zijn soms nieuwe ontwikkelingen, waardoor ook soms nieuwe polyklinieken worden geopend. Er zijn soms juist ontwikkelingen waarbij sommige andere polyklinieken veranderen, omdat sommige zorg naar huisarts wordt teruggestuurd. Er zijn heel veel ontwikkelingen in de zorg, maar die dynamiek die blijft erin. Het zal nooit hetzelfde blijven, maar polyklinieken blijven hier de volledige scope.
Ja, ik denk dat hier gewoon een huisartsenpost moet komen. En ook dag en nacht de wand. Ja, ik bedoel, we zijn een plaats met 49.000 inwoners, hoeveel ongeveer. Dan mag toch wel een huisartsenpost zijn voor dag en nacht, zou ik zeggen. Maar ik heb de centen niet en ik hoef het ook niet te regelen. Maar ja, ik denk dat Venray daar groot genoeg voor is. Met 8, 19 kerkdorpen erbij, of nog meer. 13. Nou, 13 kerkdorpen. We zijn toch een grote gemeente, zou ik zeggen. Ja. Ja, wat betreft de HAP, moet ik nogmaals zeggen, dat is voor en door de huisartsen. Dus die vraag kan ik niet voor hun beantwoorden. Ja, ik ben pleit er wel voor. Het moet blijven. En het moet ook iets uitgebreider. Want ik vind EHBO hoort hier net zo goed thuis als in Venlo. Want ik heb meegemaakt, als je voor een kleinigheidje, feitelijk, zit je in Venlo 5 uur voor even iets te spalken, ik noem maar iets. Maar je zit daar 5 uur. En tot je dan thuis bent, nou, het zal er maar weer twee keer half uurtje bij. Dus je bent 6 uur kwijt. Terwijl ik vind, ouderen en dergelijke, het moet hier blijven. Ook EHBO moet hier weer komen. Zou er nog een eerste hulppost in Venray van het ziekenhuis kunnen blijven? Ik snap de vraag wat betreft de spoedeisende hulp. Voor spoedeisende hulp geldt dat je niet alleen maar spoedeisende hulp kunt hebben, maar dat daarachter ook een intensive care moet zijn. Dat er een heel ziekenhuis achter moet zijn wat spoed ook echt goed kan verwerken. En ook hiervoor geldt weer dat je, als je dingen doet, dan moet je het op het hoogste niveau doen. En dat kan alleen als je die zaken concentreert. Omdat notabene spoedzorg ook 24 uur elke dag maar doorgaat. Als je dan de juiste professionals, de juiste apparatuur allemaal bij elkaar wil hebben, dan kan dat alleen maar bij een bepaalde schaalgrootte als je het concentreert. Maar dat betekent dus wel dat u in de SCH in Venlo op een hoog niveau ontvangen wordt. En dat daar dus ook de mogelijkheden zijn om u goed te behandelen. En dus, met andere woorden, nee, er komt niet een spoedeisende hulp meer in Venray. Ik wil weten op welke manier bewoners van Venray betrokken zijn bij alle plannen voordat er überhaupt al een steen de grond in gaat. Of een schop de grond in gaat, heet dat, hè? Nou, de inwoners van Venray worden op verschillende manieren betrokken. Wij hebben periodiek contact ook met huisartsen uit Venray, wat natuurlijk voor ons een hele belangrijke groep is. Want die kennen de behoeften van de patiënten in Venray. Wij hebben, en wat vinden zij belangrijk? Wij hebben een periodiek contact met de wethouders, met Anne Thiele en met Jan Lonen met name. Om het over de nieuwbouwplannen, maar ook over de fusie te hebben. En de do's en de don'ts, waar moeten we op letten? Hoe kunnen we lering trekken uit de fusie die in 1989 heeft plaatsgevonden? En in 1999 door de oversteek vorm heeft gekregen voor het eerst. Want we weten ook dat dat nog steeds pijn doet. Dat dat nog steeds niet lekker zit in Venray. Dus wat kunnen we daarvan meenemen? We hebben een cliëntenraad die echt oog heeft voor de belangen van de mensen uit Venray. Recent bijvoorbeeld hebben zij een enquête gehouden onder de patiënten die hier in Venray op de poli kwamen of hier behandeld werden. En die zijn bevraagd over waar moeten wij op letten bij nieuwbouw, maar ook bij de fusie. En al die aanbevelingen proberen we ook mee te nemen. En verder zijn we ook nadrukkelijk in contact met Venray 2.0 om daar goed te luisteren wat belangrijk is. En we proberen op een of andere manier steeds na te denken, wat kunnen we daarin meenemen, wat moeten we daarvan leren? En als iets niet lukt, hoe kunnen we dat dan wel met elkaar, in ieder geval bediscussiëren en kijken hoe we daar toch een draai aan kunnen geven? Ja, veel van uw vragen zijn natuurlijk beantwoord in deze twee afleveringen van Vicurie Vraag en Antwoord. Maar ongetwijfeld heeft u nog veel meer vragen. En die kunt u zelf komen stellen in de derde aflevering. En dat kunt u doen live in de studio's van Omroep Venray op Langeweg 92B. Kunt u er nu echt niet bij zijn op 28 april om 11 uur? Dan kunt u het ook volgen via Facebook, radio of tv. Dank u wel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Vicurie Venray. Vraag en antwoord.